In de gemeenteraadsvergadering is er gesproken over de speelautomatenhallenverordening. Wat behelst dat precies? Dat behelft eigenlijk het voorstel om naast de Big Apple, die er nu al is, in deelgebied 1 noemen we dat het centrum, om ook buiten het centrum een speelautomatenhal toe te staan. Daar ligt ook een concreet initiatief bij Van der Valk Hotel. En de speelautomatenhallenverordening maakt het eigenlijk mogelijk om in 2 deelgebieden een speelautomatenhal toe te staan. En van verschillend karakter. Dat is er dus 1 in het centrum, nou die zit er al, Big Apple. En dat is 1 buiten het centrum, deelgebied 2 hebben we dat genoemd. En daar ligt een concreet initiatief nu ook bij Van der Valk, wat ook in het bestemmingsplan mogelijk is. Wij zijn hier natuurlijk als gemeenschap al 10, 15 jaar mee bezig om in feite dat te reguleren waar gokmachines moeten komen te staan. We hebben het allemaal afgeschaft dat het in frietzaken en in horecazaken dat het verminderd wordt en dat het gereguleerd wordt. Er zijn in dat tijd hele goede afspraken gemaakt met Big Apple in dat tijd. Nu zitten we ook met een voorschrijdend inzicht dat ook de markt daarin verandert. En daar hebben we ook met de beeldvormende avond heel veel informatie over gehad. Dat gokken niet alleen in een gokhal gebeurt, maar ook achter een pc. Dat je dus ook gewoon in kunt loggen en heel anoniem kunt gokken. En dat daarin ontzettend veel verslaving juist plaatsvindt. En dat juist de legitieme gokplaatsen waarin je dus fysiek mensen hebt, dat veel beter reguleerbaar zou kunnen zijn. Daarnaast speelt ook nog eens een keer het probleem, of niet het probleem, maar de kans misschien, dat Van der Valk gaat verbouwen en ook zegt van nou, we willen een avondje meer uit, of een soort surplus geven. De mensen willen, net zoals Theater de Agnietenhof, een totaal pakket hebben en die zou misschien ook wel eens een gokje willen wagen. In een bepaalde landen is dat gewoon een stukje cultuur, hier ook, maar soms verborgen. En daar zijn een aantal spelregels voor opgesteld. En dan blijft het altijd heel erg moeilijk, want gokkers en verslaafde gokkers blijven er altijd, maar hoe kun je ze reguleren? En is dat van, nou, we schuiven alles naar Big Apple toe en die hebben dus de sleutel in de hand van de markt. Waarom mag er dan geen tweede speler komen? GGD heeft daar naar mijn inziens een goed rapport voor neergelegd van nou ja, dan maak je het ook fysiek inhoudelijk zichtbaar, waardoor je misschien duidelijker kunt ingrijpen. En wij stemmen hiermee in met de voorliggende stukken. Er staan hele mooie plannen op stapel bij Van der Valk met een groot nieuw mooi hotel. Ja. Ook dus een gokhal, om het zomaar oneerbiedig te noemen. Dat gaat 24 uur per dag open zijn? Nou, kijk, we hebben. Het is zo dat bij Van der Valk gaan we geen sluitingstijden. Dus we hebben een sluitingstijdenregime voor horeca in het centrum. Maar buiten het centrum, zoals Van der Valk, is een hotel, dat is een vol continu bedrijf. In de praktijk hebben ze natuurlijk is niet het restaurant 's nachts open. Maar ja, in een hotel kun je je voorstellen dat dat lastig te reguleren valt. En omdat die speelautomatenhal onderdeel uitmaakt van het hotel, het Amusino gaat het heten. Ja, gelden daar ook geen sluitingstijden voor. Nou, er was even discussie over in de raad, van goh, is dat terecht of niet? Nou, ja, omdat het gekoppeld is aan het hotelbedrijf, is dat op zich wel logisch. Ik heb wel toegezegd aan de raad, van ja, als dat nou in de praktijk echt problemen gaat geven, dan is er altijd de mogelijkheid voor mij als burgemeester om toch sluitingstijden op te gaan leggen. Ja, wij kunnen in principe instemmen met de stukken en de voorstellen. We zijn blij dat dit omvangrijk en ingewikkelde proces is afgerond. En wij hopen dan ook dat Van der Valk nu voortvarend aan de slag gaat met de bouw. Zodat deze nieuwe injectie voor de Tielse economie snel tot bloei zal komen. En wij willen de familie Van der Valk veel succes wensen. We kijken even naar de besluitvorming. Christine heeft in ieder geval aangegeven tegen te stemmen. Kijk even naar de andere fracties. Bent u voor het overige akkoord? Kijk ook even naar GroenLinks. Ja? Dan is het een afneming van tegenstemmen van de ChristenUnie het voorstel aangenomen. De VVD heeft namens de VVD en een aantal andere fracties vandaag een motie ingediend. En dat ging om het leerlingenvervoer. Kunt u uitleggen waar dat precies over gaat?
Dat gaat in eerste instantie om de vrijheid van onderwijs. Het is in Nederland zo dat er een vrijheid van onderwijs is. Dat is een heel goed, groot goed. Alleen wat daar ook aan is, en dat staat ook in de wet, dat als kinderen in Tiel niet naar de school kunnen van keuze van hun ouders, en dan bedoel ik daarmee ouders die kiezen voor een andere manier van, ik moet het iets anders zeggen, die dus een geloofs- of levensovertuiging hebben, waarvan zij vinden dat die scholen niet in Tiel te vinden zijn, en die dus buiten Tiel naar school gaan, worden in de meeste gevallen worden de kosten daarvan door de gemeente betaald. En in onze gemeente gaat het dit jaar om meer dan 40.000 euro. En wij vinden gewoon als je je kinderen naar een andere school wil laten gaan dan in Tiel, dat is helemaal prima, dat mag iedereen zelf weten, maar dan moet je dan gewoon zelf de kosten voor dragen. Dat moet je dus gewoon zelf betalen. In de raadsvergadering is er gesproken over het coffeeshopbeleid. Daar is ook daar vond op een gegeven moment een schorsing plaats. Waarom was dat? Nou ja, omdat er even wat verwarring ontstond van hoe gaan we hier nu over stemmen. Er lag een amendement wat ingediend was door GroenLinks en D66 en Partij van de Arbeid. Waar ging dat over? Dat ging over eigenlijk eerst het onderzoek doet naar verplaatsing en dan pas een uitspraak doen over het uitsterfbeleid. In de aanbeveling is het nu een aanbeveling om op het moment dat de coffeeshop stopt, we hebben nu 4 coffeeshops, dat er dan maximaal 2 overblijven. Dus één die stopt, komt dan geen nieuwe voor terug. Dat is zeg maar het uitsterfbeleid. En deze fractie waren van oordeel van, nou, laten we eerst dat onderzoek doen naar verplaatsing. Dat is een van de andere aanbevelingen. Eventuele verplaatsing van coffeeshops naar de rand van het centrum. Laten we dat eerst doen voordat we een uitspraak doen over het maximaal aantal coffeeshops. Daar ontstond stevig debat over in de raad. En dat gaf ook aanleiding voor een schorsing om te kijken van waar liggen nou precies meerderheden voor? En hoe gaan we dat voorstel in stemming brengen? En daarbij hebben we voor de schorsing eigenlijk voorgesteld, de griffier en ik als voorzitter, om per aanbeveling in stemming in te voeren. Omdat dat eigenlijk vooral helderheid geeft over de richting die we dan hebben voor de verdere uitwerking. Dus dat ging met name om een procedurevorm? Ja, procedurevorm. Ja, en natuurlijk voor de indiening van het amendement om te toetsen van, gaat dat op draagvlak regenen? Nou ja, daar bleek in de schorsing geen raadsmeerderheid voor te zijn voor het amendement. En toen hebben de indieners eigenlijk het voorstel gedaan van, we zien eigenlijk 2 kampen in de raad wat tegenover elkaar staan. Over dat punt van het uitsterfbeleid. Moeten we daar niet nog met elkaar nog eens eerst eens even over praten voordat we echt hier besluit over gaan nemen? Nou, uiteindelijk was toch het voorstel bij meerderheid, bij monden van Tom van Oostrom, om wel die aanbevelingen even in de stemming te brengen. En dat is gedaan. Dat geeft op zich ook wel goede helderheid natuurlijk voor het college, omdat we nu weten van waar kunnen we wel mee verder en waar niet. Ik vind het wel van belang om nog eens even te melden. Het verschil tussen overlast dealen en cannabisgebruik en coffeeshops. Want daar ligt geen één op één relatie tussen. Eén is dat blijkt uit allerlei onderzoek, en ik weet het uit de praktijkervaring uit mijn vorige gemeente, dat in veel landelijke gemeenten het cannabisgebruik zelfs hoger ligt dan in de stad. Terwijl daar geen coffeeshops zitten. Dat is 1. 2 is dat, dat klinkt misschien heel gek, er was een aantal, denk ik een half jaar geleden, een oproep van de Franse burgemeesters om Parijs heen. Dus de voorsteden van Parijs. Dat was opmerkelijk dat geluid uit Frankrijk kwam. En die zeiden tegen Nederland, ja, het is inderdaad een heel raar gedoe met dat gedoogcriterium. Maar ga alsjeblieft die coffeeshops niet dichtgooien. Want dan krijg je wat je bij ons hebt, namelijk, en dat blijkt ook uit onderzoek, is gewoon bewezen, dat cannabisgebruik in Frankrijk veel hoger ligt dan in Nederland. En dat gruwelijk veel criminaliteit met zich meebrengt in de Franse voorsteden. Dus die relatie één op één, even los van wat je van coffeeshops vindt, is die relatie één op één tussen er zijn coffeeshops en dus is illegaliteit en dealen en criminaliteit, die blijkt uit alle onderzoeken en praktijkervaringen er gewoon niet te zijn. Dus dat vind ik toch wel een belangrijk punt om toch nog eens een keer te markeren. En dat snap ik ook wel, dat hoor ik ook wel, dat de ene natuurlijk een heel andere beleving bij dit fenomeen heeft dan de ander. En daar doe ik natuurlijk niks aan af.
Misschien is het goed om ook nog even te melden. Er was daar niet zo heel veel discussie over. Dat het, we ook in de driehoek, zo een politie-burgemeester, ook gesproken hebben over het handhavingsarrangement wat hier voor ligt, het Nijmeegse model. En dat de OM ook in de aanwijzing opiumwet, die volgt daar de gemeente in. Dus als wij als gemeente zeggen van wij kunnen ons daarin vinden, dan zal dat ook de lijn van handhaving gaan worden. Dan toch even het puntje van de overlast. Er is overlast. Ik werk ook in de Amtmanstraat, soms zelfs in een 24-uursregime. Dus ik zie op allerlei tijden ook dingen gebeuren in de stad. Maar je moet de overheid ook overlast ook wel wat nuanceren. Want ik heb nog eens een keer, want ik wist dat deze discussie natuurlijk vanavond ook kwam, de afgelopen twee weken nog eens niet alleen de politie gevraagd wat voor meldingen binnengekomen zijn, die zit nu in het rapport. Maar ik heb ook de politie gevraagd en ook onze eigen bureau toezicht en handhaving, om nog eens, het staat ook op papier, om nog eens kritisch te kijken naar de overlastproblematiek rondom koffieshops. En dat blijkt dan gewoon heel erg mee te vallen. Als je kijkt naar fout geparkeerde auto's, naar parkeer- en verkeersoverlast, dan gebeuren daar dingen. Maar wel binnen proporties. Ik zie allerlei mensen nee schudden, maar ik moet wel uitgaan van objectieve criteria. Kijk, alleen maar het gevoel van ja, het is zo. En ik wil er één punt nog aan toevoegen, dan krijgt u het woord. Eén punt nog aan toevoegen. Ga ook eens bij snackbar staan. Ga ook eens bij de pizzeria staan waar de pizzacouriers heen en weer rijden. En ga dan eens kijken wat dat voor overlast met zich meebrengt de hele avond. Het is een horecabestemming in het centrum. Dus dat moet zich wel realiseren. We komen daar vanavond niet uit, dus we moeten ook niet in een soort wel of niet eens verhaal komen. Ik geef alleen maar aan dat ik ten behoeve van deze discussie dat nog gewoon eens een keer heb laten onderzoeken. Geen wetenschappelijk onderzoek, maar gewoon eens door de handhavers naar heb laten kijken. Even Oostrom. Dat laatste is ook gelijk mijn bezwaar, want u heeft dan een bureau handhaving toezicht dan dat laten bekijken dan. En daar heeft u dan deze conclusies uitgetrokken. Maar als ik dan mijn eigen waarneming dan ernaast ligt, en ik hoor zo ook omheen andere mensen die regelmatig op mijn straten rijden, dan kan je soms er gewoon niet in, omdat daar de auto's in de half straat worden geparkeerd. En dat is gewoon heel erg overlast. Dus ik vind het, u bagatelliseert het een beetje, dat gevoel krijg ik erbij op basis van een paar keer dat u... Omdat het niet in overeenstemming met uw ervaring is, moet u het bagatelliseren. Nee, ik wil ook weer interpelleren, als dat mag, meneer de voorzitter. De heer Van den Burg, ter interruptie. Ja, ik ben een ervaringsdeskundige, zo noem ik me nu vanavond. Want ik woon in de Agnietenstraat voor de Tolhuisstraat. Als u eens wist wat voor incidenten daar per week gebeurden, en mensen die daar een parkeervergunning hebben, die hun auto daar niet kwijt kunnen omdat daar mensen staan die dus hun pakketjes moeten afhalen omdat ze dus de Tolhuisstraat niet meer in kunnen rijden, die zelfs voor de paal geparkeerd staan. Ik heb zelfs incidenten met de politie daar meegemaakt die dus gewoon uitgescholden worden omdat de mensen hun naam niet willen geven, dat ze dus via een centrale de rijbewijsnummers op moeten vragen om die mensen een boete te geven. En u zegt dan van het valt wel mee, het is net een frietzaak. Nou, dan zakt mijn broek echt af, want dan meen ik echt serieus hoor, want het is geen frietzaak, daar wordt gewoon drugs afgehaald, daar heb ik niks tegen. Ze kunnen de Tolhuisstraat niet inrijden en heel veel bewoners hebben daar last van. En als de politie het nog niet weet, dan denk ik echt, dan hebben ze stront in de ogen. Eerlijk waar. Nou, wat ik bezwaar tegen heb, is je begint met het te zeggen van er is overlast. Ik denk, nou, inderdaad, er is overlast. En dan gaat dit helemaal bijna bagatelliseren van ja, maar ook met frietzaak heb je overlast. Van ja, met andere woorden zeggen mensen, we hebben het eigenlijk over. En daar heb ik gewoon bezwaar tegen. En de reden, ja, u heeft dat netjes prima verwoord, dus dat kan ik niet beter dan u dat kan. Dus ik denk dat u voorzichtig moet zijn om te zeggen dat er geen overlast is. Of in ieder geval de schijn opwekken dat het allemaal erg meegevalt. Ik denk dat niet zo is. U verstaat mij verkeerd. Ik heb niet gezegd dat er geen overlast is. Ik heb gezegd dat er overlast is. En ik heb daarbij aangegeven dat u dat de nuance er wel in zit, dat je het moet zien in relatie tot andere overlast. Als de Schouwburg vol is hier,
Er worden niet van niks heel veel mensen bekeurd. Er zijn heel veel mensen dubbel geparkeerd op allerlei plekken. Ik noemde net twee andere voorbeelden. Nogmaals, moet er niet een soort wel of niet eens vragen. En ik heb niet ontkend dat er overlast is. Dat zie ik ook. Ik geef alleen aan, het is een horecavoorziening in het centrum. En die brengt overlast met zich mee. En ik zie ook wel dat door de aard van de exploitatie, halen, het kort binnen zijn en het halen van spullen, dat je veel verkeersbewegingen hebt. Dat snap ik ook, dus dat ontken ik ook helemaal niet. Ik wil alleen aangeven van, kijk, we kunnen nou met elkaar wel zeggen van ja, er is een geweldig veel overlast en een heel groot probleem. Maar ik moet ook uitgaan, niet alleen van het onderbuikgevoel, maar ook gewoon van de meldingen bij de politie, de melding bij het bureau toezicht en handhaving en de monitoring op straat. Dat doen we voor andere onderwerpen ook. Dus dat zou heel raar zijn als we nou in één keer hier zeggen, nou ja, dat interesseert ons nou maar even niet. Die mensen die deugen niet, dat neem ik sowieso al afstand van. Nee, dat heb ik ook nooit gezegd. Wat me wel opvalt, als we het over het niet over hebben, niemand maakt een goed punt, dan wordt er gigantisch gehandhaafd. En als we het over de problematiek in de Amstelstraat hebben, dan zie ik die handhaving een stuk minder. Maar wat we nu gedaan hebben is, we hebben een nota coffeeshopbeleid gemaakt, allerlei zaken in beeld gebracht. En we hebben een aantal aanbevelingen nu vanavond vastgesteld. Dat is dat we een nieuw handhavingsregime gaan vaststellen. Dat wordt vastgesteld in de driehoek. Daar heb ik met de driehoek al ook over gesproken. Dat is het Nijmeegs model in de nota, dus wat strenger handhavingsregime. We gaan dat uitsterfbeleid, daar was een meerderheid voor, toch toepassen. Zoals ik dat net toelichtte. We gaan onderzoek doen naar verplaatsing van coffeeshops. En we gaan in ieder geval niet actief coffeeshops sluiten. Want daar blijkt juridisch ook gewoon geen basis voor te zijn. Dus dat is in ieder geval iets wat we ook niet gaan doen. En even het overige blijven we gewoon in overleg met de coffeeshops kijken naar het verminderen van overlast in de openbare ruimte. Kijken hoe we het parkeer zo goed mogelijk op kunnen lossen. En dat sluit ik aan bij het 10-puntenplan van de coffeeshophouders zelf. Voorzitter, er zijn plannen om het fruitcorso weer aantreden te heffen voor de toegang. Daar zijn al berichten over in de krant verschenen. Is het zo dat de raad hier nog bij wordt betrokken bij deze plannen? En kunt u nu al misschien aangeven wat er mogelijke consequenties voor de gemeente hiervan zijn? Ik denk bijvoorbeeld in de sfeer van financiën, maar ook overlast enzovoorts. Dank u wel. Wethouder Verspaar. Voorzitter, dank u wel. Gisteren heeft het college een voorstel aangenomen om een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van de veranderingen die het fruitcorso heeft voorgesteld. Dat hele stuk dat is op weg naar de commissie samenleving, de informatie. Dus u kunt dat tot u nemen en desgewenst ter bespreking agenderen. Dus dat laat ik, of dat laat het college verder aan u. Het college heeft gemeend positief te moeten instaan, bijvoorbeeld bij het heffen van entree. Dat is anders dan in het verleden, toen de zaak speelde om dat af te schaffen. Dat heeft eigenlijk twee oorzaken. Toen de tijd is er nadrukkelijk gewezen naar de wegenwet. Die wegenwet is inmiddels veranderd. De passage daarin is geschrapt die dat onmogelijk maakte. En ten tweede is ook zijn er gezaghebbende studies en van juristen verschenen, jurisprudentie, die aantoonden dat eigenlijk die hele wegenwet niet van toepassing is als de burgemeester, en dat doet hij dan als zelfstandig bestuursorgaan, de weg aan de openbaarheid onttrekt. Dan zou je gewoon entree mogen heffen. Met die twee veranderingen ten opzichte van het verleden durven wij het aan om het corso die mogelijkheid te geven om weer entree te heffen. We hebben wel nadrukkelijk daarbij vermeld dat bewoners gratis een huis moeten kunnen bereiken. Dat we wel leren van het verleden dat er niet dezelfde fout wordt gemaakt. We hebben een positieve grondhouding. Met betrekking tot veiligheid zijn er nog behoorlijke kanttekeningen te maken. Bijvoorbeeld op het gebruik van de Thijsselbandlaan op de maandag. En welke gevolgen dat allemaal niet heeft voor bereikbaarheid van de fabrieken daar bij de Papensteeg. En de scholen die dan weer open zijn en de brandweer die bereikbaar moet zijn. Dus we hebben daar een fors aantal kanttekeningen nog bij geplaatst.
Het Corso de gelegenheid gegeven om daar oplossingen voor aan te dragen. Daar ook over in gesprek met ons te gaan. Dat kunnen ze tot 27 april. Dan moet het plan rond zijn en dan volgt de normale vergunningprocedure. Dat de evenementencommissie daarnaar kijkt, adviseert. En dan uiteindelijk zou dat moeten uitmonden in een nieuwe vergunning. Raadslid Heske Groenendaal, je bent een initiatief gestart op Twitter. Ja, dat klopt. Ik ben trots op Tiel gestart. Eigenlijk naar aanleiding van een bijeenkomst in de Thijsselmondlaan, de RSG Link College. Daar werd eigenlijk heel erg snel duidelijk dat onze scholen in Tiel heel erg goed zijn. We scoren gewoon goed op landelijke enquêtes. En toen dacht ik van, joh, we moeten toch eens ophouden met het feit dat leerlingen buiten Tiel, in Tiel wonen, naar buiten gaan. Omdat ze denken dat het daar beter is. En dat is niet zo. En wat houdt het initiatief in? Nou, eigenlijk is het heel erg simpel. Alle leuke nieuwtjes, leuke acties, bijzonderheden over Tiel. Wat je tegenkomt, moet je gewoon op Twitter zetten met hashtag trots op Tiel.